Hallo allemaal, wat fijn eigenlijk dat we allemaal weer op school kunnen komen. We hebben ook een mooi bord en misschien hebben jullie hem gezien, misschien ook niet. Maar we zijn weer heel blij dat iedereen gewoon alweer eigenlijk bezig is op school. En doet allemaal heel goed. Complimenten voor de 1,5 meter, dat gaat echt helemaal top. Nou, dan vragen sommigen, mogen we misschien iets langer naar school? Mogen we iets korter naar school? We houden het rooster voorlopig gewoon zoals het is. Die 2 dagen dat je naar school kan en de andere dagen werk je gewoon lekker thuis achter de computer. Als je een toets hebt, dan doen we dat zoveel mogelijk op de vrijdag. Dus zo op die manier zijn we eigenlijk alle dagen op school. Ja, als de minister weer iets anders vertelt, dan moeten we het weer anders doen. Maar voorlopig houden we dit gewoon tot de zomervakantie. Dan mag ik zeggen dat ik heel, heel trots ben op alle leerlingen in leerjaar 4. De laatste toetsen, de resultaatverbetertoetsen, herkansingen, die zijn geweest. En dat betekent dat wij op basis 100% geslaagd hebben. Echt toppers. Dat we op kader, en dat is altijd wel een heel mooie, 98,3% geslaagd hebben. Ook allemaal toppers. En dat we op de GL, TL, de vakmavo ook 100% geslaagd hebben. Dus we zijn heel erg trots. Dat betekent ook dat we natuurlijk die mooie, bijzondere diploma-uitreiking gaan doen. Als we inderdaad gewoon met 100 mensen in juli weer bij elkaar mogen komen. Maar we houden ons dan wel heel erg goed aan alle regels. Dat betekent dat het jammer genoeg voor een aantal mensen zo is dat je de leerling kan komen met 2 anderen. Met je ouders of met de 2 ooms en tantes die het belangrijkste voor je zijn. En in ieder geval kunnen er maar 2 mensen komen. Niet getreurd, we hebben van alles geprobeerd en ondanks dat ons gebouw heel oud is, kunnen we ervoor zorgen dat er een livestream is. Dus je kunt niet alle mensen meenemen, maar vanuit huis kan iedereen gewoon lekker meegenieten van de diploma-uitreiking en van het feit dat jij daar je handtekening zet. Hoe dat precies gaat en welke link je daarvoor nodig hebt, dat gaan we allemaal natuurlijk gewoon nog wel naar jullie opsturen voordat de diploma-uitreiking is, maar het kan wel. Het is prachtig weer, je kunt op de fiets naar school. Maar als het niet zo mooi weer is, zoals vorige week, dan wil je misschien toch wel met de bus of met, op een andere manier met het openbaar vervoer. En ik weet niet of jullie het ook gezien hebben, maar ik vind die mondkapjes wel heel erg saai. Dus dachten wij, tijd voor een nieuwe wedstrijd. Als jij in staat bent om een prachtig nieuw, modern, apart, bijzonder, creatief mondkapje te ontwerpen, dan lever je die in met je naam en je klas bij mij in mijn kamer. Ik denk een grote doos neerzet. Zorg dat je naam en alles dat het goed en duidelijk is. En de beste, bijzondere, meest creatieve, die wint een prachtige prijs passend bij deze 1,5 meter maatschappij. Ik had daar eigenlijk nog wel een vraag over. Ja? Moeten we een mondkapje echt inleveren? Of is een tekening of ontwerp ervan ook genoeg? Het mag allebei. Je kunt zeggen, ik maak een tekening, maar je mag hem ook helemaal in het echt maken. De beste, de meest creatieve, de meest mooie, de meest bijzondere, die wint de prijs. Let op, zorg dat je hem voor 1 juli bij mij in mijn kamer inlever. Getekend of een echte, wat jij denkt dat de meest creatieve is. En dan gaan wij eens even onderzoeken wie dan die prachtige prijs gaat winnen. Voor nu, fijn weekend en tot volgende week.